Ricky Vano staat nu weer rustig op het trainingsveld. Maar eerder deze week rende hij voor zijn leven. Een grote herdershond was ontsnapt en rende tijdens de voetbalwedstrijd het veld op. Ricky Vano is doodsbang voor honden en rende weg. En dat vond de hond juist wel weer leuk. Omstanders maakten dit filmpje en plaatsten het op Facebook, waarna het al snel viral ging. Duizenden mensen zien hoe Ricky Vano op de vlucht slaat voor de herdershond, die kennelijk alleen geïnteresseerd is in hem. Misschien kon hij voelen dat ik bang was, denk ik, of zo. Ik denk, honden kunnen dat voelen, toch? Dus ja, ik denk daarom. Een paar dagen later is het uiteraard nog steeds het gesprek van de dag bij de voetbalclub Spartaan 20, waar Ricky Vano speelt. Er waren een paar mensen die nog meer bang waren. Ray, je was niet de enige. Even je hand omhoog. Wie was dat nog meer? Eerlijk? Eerlijk. Meer jongens dus, met de staart tussen de benen. Toch had de hond maar interesse in één jongen. Ik ben gebeten een keer en een paar keer aangevallen door honden. En geen kleintjes, ook best wel zulke grote honden, dus vandaar. Het was wel leuk om te zien. Het ging best viraal. En ja, allemaal gewoon leuk, goed uitgepakt. Dus, ja. De hond bleek ontsnapt te zijn van het baasje dat aan het wandelen was in het naastgelegen park. Niemand heeft iets aan het hele voorval overgehouden. Nou ja, een paar duizend likes dan op Facebook.